Dames en heertjes, jongens en meisjes, vriendjes, vriendinnetjes en Milo. Wat is dit nou? Ben ik niet een van jouw vriendjes? Nee, je bent specialer. Oké, dan is het goed. Nee, maar ik voel me al een beetje beledigd. Maar ja, dat je het recht zet is ook weer goed voor deze. Maar ik had even twijfel. Nee, maar het was niet zo bedoeld, oké? Het was niet zo bedoeld. Mensen, vandaag zijn wij hier. Ik ben hier samen met Milo en we gaan het team of the season van de Eredivisie voorspellen. Klopt. We missen een paar wedstrijdjes, want ja, die zijn niet gespeeld. Nee. En waarschijnlijk is over een uur bekendgemaakt dat het ook niet meer gespeeld gaat worden, denk ik. Dat gaat dan zeker niet gespeeld worden. Heel misschien is er even zoiets als dat bekerfinale nog even zonder publiek nog erdoorheen knallen of zo. Geen idee. Ja. In ieder geval, zoals jullie weten hebben wij superveel verstand van voetbal. Ben je nou met iemand niet eens? Laat het achter in de comments, want dat vinden wij echt interessant. Ja, ik vind dat behoorlijk boeiend inderdaad. Ja, ik ga die ook zeker allemaal doorlezen en ik ga zeker kijken wat mijn verbeterpunten zijn. Ja. Oké, in ieder geval, ik heb een headset op, want mijn oortjes zijn leeg. Ik zie daar als een Mongol, maar Milo ook. Dus ik heb een headset op, maar niet lekker wireless. Slikker wireless. Wireless. Ja, die wireless voor mij niet. Die is niet wireless. Die handen, wireless. Handen zo onderdoor, niks aan de hand. Die handen kunnen gewoon onderdoor. Maar ik heb een vraag aan jou, Milo. Hebben mensen al een duimpje omhoog gedaan? Of? Niet dat ik weet. Heb ik niks gehoord in ieder geval? Nee. Meestal hoor ik er wel als mensen een duimpje omhoog doen, maar ik heb nu al niks meer. Mensen, doe nou even dat duimpje omhoog. Doe dat duimpje Godsamme. Omhoog. Nou even. Godsamme. En abonneer en Milo's kanaal zal in de beschrijving staan. Oh yes! Want Milo, jij uploadt veel, hè? Heel veel. Ja, dat dacht ik al. Oké, Milo, dus waar gaan we beginnen? Ik zeg met de keeper. Vind ik een logische stap. Oké, en zeg jij maar eerst wie jij op goal hebt staan van Team of the Season Eredivisie op goal. Op goal heb ik staan. André Onana. Daar hebben we al een verschil. Ja, jij hebt zeker die vieze bizot. Ik heb inderdaad die vieze bizot, ja. Dat gaat natuurlijk net nooit gebeuren. Dat gaat even nooit gebeuren. Ja. Nee, maar zeg maar, gaat het erom wat gaat gebeuren? Ja. Of gaat het erom wat eigenlijk terecht is? Ja, maar jij bent een hele filosofische en ethische man, dat weet ik. Maar ik kijk meer vanuit de commerciële kant. Wat gaat IE kiezen? Het is natuurlijk een bedrijf en die willen gewoon Onana in dat team hebben. Dat willen zij. Maar nogmaals, wat zeg ik? Gaat erom wat IE kiest of wat ze zelf vinden? Nee, ik vind wat IE kiest. Ik doe de Team of the Season voorspelling. Oké, voorspelling van wat gaat gebeuren. Nu mijn bizot in Onana. Nee, je hebt bizot gekozen. Oké. Ik heb bizot gekozen. Is goed. Ik heb bijzonder gekozen. En we kunnen natuurlijk, als er echt. We weten nog niet of een Eredivisie versie komt. Maar als dat komt, kunnen we zeg maar zien wie het best heeft gedaan. Ja, dat is goed. Oké, en ik wil even iets leuks doen. Oh. Ik ga aan iemand die in de comments zegt van die of die heeft het best gedaan. Zeg, of Milo heeft het best gedaan, of Koen heeft het best gedaan. Die geef ik €50 te goed. Alleen zo. Moet je wel even, je Instagram naam erachter laten. Dan kan ik zeg maar iemand een bericht sturen als het bekend wordt. Misschien komt er wel geen Eredivisie Team of the Season. Ah, is dat een kaartje voor ons? Hè? Dat is een kaartje, maar dan. Oké, maar jij zegt dus Onana, ik zeg bizot. Ja. Nee, oké, dat kan. Dan gaan we naar de rechtsback. Ja, moet ik zeggen. Jij wel dezelfde, hè? Ja, ik heb Dumfriesje. Ja, ik heb ook Dumfriesje. Je hebt er volgens mij 20 ingeschoten, dus harde voeten. Behoorlijk harde voeten. Hij heeft zachtere voeten nodig. Ja, wel harde voeten. Maar. Ja. Team of the Season kaarten voor iets zachtere voeten ook vaker. Dus, dat is wel echt beter. Waar? Ja, die zijn beter bruikbaar. Oh, hij heeft wel een goede Europa League kaart. Is ook veel geüpgraded. Dat is ook nice. Ja, prachtig. Dat is top. Oké, ik ben het ermee eens. Ik denk dat dit een ABC'tje is. Dit is ABC'tje. Dit is 100% ABC'tje. Dat kan niet anders, kan niet missen. Ik kan me niet voorstellen dat het iets anders is. Oké, ben je klaar voor de eerste centerback? Ja, maar nu kan het dus zijn dat ik er eentje opnoem die jij de linker centerback heeft staan. Dat kan. Ja. Ik heb namelijk wel een linksbenig op rechts staan. Ik weet niet welk benig zou zijn. Oké. Okay. Nou, zullen we de eerste. Zullen we met de hoogste beginnen die we als centerback hebben? De hoogste? Ja, is goed. Ja. Ja, oké. Okay. Ga jij maar eerst. De hoogste heb ik Daley Blind. Ik heb Koopmeiners als hoogste. Oeh, ja, maar kijk, ik heb die dus als mijn tweede. Echt? Ja. Jij Blind vond je dit seizoen beter dan Senesi. Ja, hè. Nee, maar. Nee, ja, maar, jongen. Kijk, ja, maar kijk, jij kan niet neutraal oordelen. Dat is helemaal. Dat is het weer. Nee. Maar los daarvan. IE gaat toch nooit Senesi erin zetten. Ik was van Blind. Nee. Never nooit. Jawel, jongen. Ah, okay. Senesi, jongen, die speelde ze eerst als echt slecht. En daarna was hij zo verschrikkelijk goed. Beste verdediger van de Eredivisie op dit moment. Oké. Okay. En dan verdien je hem gewoon. Ik luister. Nee, maar even kijken. Dus die Koopmeiners hebben we allebei. Dus ja. Er verstand van. Ja. Toch? Ja. Die heeft ook regelmatig op centerback gespeeld. Voor mij echt 3 keer voor de rest allemaal. Nee hoor, best wel veel. Best wel veel. Ja. Nee, maar die heeft gewoon prima gedaan. Ik moet zeggen, soms is hij wel een beetje overhyped. Ja wel, maar Senesi ook. Wel. Nee, hoe kan je dit nou zeggen? Maar jij denkt dus echt dat Blind nog gaat krijgen? Ja, 100%. Hoeveel wedstrijden heeft Blind gespeeld? Die is 3 maanden geblesseerd geweest. Nee, die heeft meer dan 20 wedstrijden gespeeld, toch? Echt? Ja. Dat gaan we uitzoeken. Oké, kijk maar even. Ik denk dat hij echt wel iets van 20 wedstrijden heeft gespeeld. Blind. Misschien wel meer zelfs. 20. Maar hij heeft 1 assist, 0 goals. Nee, dat is inderdaad super goals. Van belang voor een centrale verdediger. Klopt. En Senesi, die heeft... Hoeveel wedstrijden gespeeld? Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld? 16. Oh, dat is minder volgens mij. Even snel berekend hoor. We hebben een goal. Oh, oké. Okay. En ja. In de Toto KVB beker 4 wedstrijden, 2 goals en een assist. Nou, oh, oké. Okay. Ja, dat is voor een Eredivisie team. Dat is wereld. Dat is wereld. Ja. Ik ben daar hele goede argumenten maken. Ja, fantastisch argument. Ik wil graag alle 4 mijn spelers nu toe veranderen voor Senesi. Ik zou het ook niet aanraden, maar 1 keer erin zou er wel moeten. Hoe heb jij zie ik hem op linksback staan? Dat gaan we vanzelf achterkomen. Okay, zal ik mijn linksback noemen? Mijn linksback is Tagliafico.
Oké, die van mij uiteraard ook. Ja, ja maar ja, dat is totaal geen wonder dat het bij jou ook Tagliafico is. Dat had ik wel verwacht. Ja, omdat het de meest logische keuze is en ik er gewoon heel veel verstand van heb. Dus ja, is het niet zo gek. Ik moet zeggen, dit is wel een logische keuze. Het is wel gewoon een prima speler. Wel een beetje nare gast. Als hij niet altijd op iedereen gaat staan en zo. Vind maar jij hebt dus, dit is tot nu toe, dit is tot nu toe jouw enige Ajax-speler van de vijf. Dat klopt, ja. Hoe kan dat? Maar kijk, dat is dus... Je zegt jezelf echt weer te voor lul, je. Nee, maar Rob. Rob. Nee, maar Milo, je moet even luisteren. Kijk, vond je Ajax dit seizoen zo goed dan? Wel het beste van de 18 teams, ja. Maar ik heb gewoon, ik heb twee van AZ, die het gewoon erg goed gedaan hebben. Ja, ja. Ik heb 1 Feyenoord, 1 PSV en 1 Ajax. Ja, dat is natuurlijk achterlijk. Nee, dat is kaasje. Bullshit. Heb je dus Ajax, nou, Ajax zit je op dezelfde plek als nummer 4 en 3. Dat is onzin. Dat is echt onzin. Nee, maar jongen, ik heb nog helemaal niet gezegd wat er nog gaat komen. Oh, niet? Ik dacht je had gezegd nee. Al. Okay. Nee, heb ik niet gedaan. Oké, maar Tagliafico hebben hetzelfde. De back zijn wij het unaniem over eens. Ja. En kopen. Ik vind dat we 3 van de 5 dezelfde vind ik op zich best wel. Jawel, maar de verdediging. We hadden wel van tevoren besproken. De verdediging was wel het soort het meest duidelijk al. Dus dat daar al twee anderen in zitten, vind ik ook al wel eigenlijk wel gek. Ja, zo zie ik het. Want nu hier gaan er verschillen komen, nu echt. In het midden van de aanval. Nee. Oké, zullen we beginnen met de hoogste middenvelder? Ja, is goed. Oké, als hoogste heb ik Ziyech. Ja, ik ook. Duidelijk. Ja. Die komt er zeker. Ja, die krijgt hem toch wel. En ook al heeft hij een kutseizoen gehad, je geeft hem dan toch wel die kaart. Die krijgt hem zeker. Ja, zeker. Ja, die gaat hem zeker krijgen. Zeker. 100%. Gaat ook naar Chelsea en zo is dit. ABC'tje. Oké, de ene hoogste. Ga maar eerst. Heb ik toch onze Donny. Onze Donny van de Beek. Ja, jongen. Ja, maar die krijgt hem ook. Dat zijn van die spelers die weten dat hij hem gaat krijgen. Dat is gewoon zo. Kan niet anders. Ja, maar dat zou nergens op slaan. Dan moet ik zeggen, wij hebben natuurlijk ook geen bank, hè. Dus ja, normaal gesproken zouden we misschien spelers op de bank zitten. Wij doen daar niet aan. Ja, dat is toch wat IE vaak doet. IE heeft dan vaak dat ze gewoon echt de grote namen. Bijvoorbeeld nu zo'nzelfde verhaal als Daily Blind. Zetten ze dan lekker in teampie. Om even een beetje die mensen te trekken. En dat dan zo. Ja. Dat dan zo'n Senesi nog wel iets goeds heeft gedaan. Prima. Zet ze lekker op het bankje neer. Dat iedereen niet gaat huilen. Als ik gewoon naar de basis kijk, gaan zowel Blind als Van de Beek gaan er 100% inkomen. Ja, maar dus, ik vind het niet terecht. Dat is helemaal niet waar het over gaat, jongen. We voorspellen hier het team of the season. Oké. Ik heb als ene hoogste heb ik Mitje. En die heb ik als laatste. Ja, die heb ik als ene hoogste. Ja. Want ja, die heeft het gewoon goed gedaan. Ja, die heeft het heel goed gedaan. Tuurlijk, ja. Solide gespeeld, uitstekend. Ja. Maar ik heb dus, dit is mijn... Ga je Kuksu zeggen? Mijn gok. Nee. Osja Koep. Die heeft 30 minuten gespeeld, die Osja Koep. Ja, weet ik. Ik heb Diemers. Diemers? Ja. Ah, toch op. Wat een onzin. Waarom heb jij Diemers? Nou ja, zeg maar, ik vind niet dat Van der Beek het verdient. En Diemers, die speelt echt in een kutteam en die heeft het al aardig gedaan. Ik vind het trouwens wel een nare vent, die gast, die Diemers. Okay. Gaat altijd liggen en zo. Ja. Je ziet wel gewoon dat hij goed kan voetballen en hij heeft gewoon echt goed gedaan. En moet ik zeggen, ik had het ook, maar omdat het zo'n nare vent is, heb ik hem er niet ingezet. Ik zat echt te twijfelen. Even serieus. Diemers, what the fuck. Nee, Diemers. Nee. Oh, die komt er zeker in, ja. Zeker. Ja, die krijgt denk ik, hij is nu 72, die krijgt een 90 rated card. Ja, grote kans. Hij krijgt een 18 upgrade. Ja. Zeker, ja. En een skill move upgrade ook. Oh, dat is wel gaaf. Naar 5 star. 5 star zelfs. Ja. Behoorlijk goede kaart wordt het ook. Dat is wel gewoon. Ja, het wordt een aardige kaart. Dus mensen, koop die Diemers nou. Koop nou die Diemers. Shotgun de Diemers challenge. Ga ik. Oké, zullen we naar rechts buiten? Nou, wie heb jij rechts buiten? Ja, toch een Berghuisje. Ja, Ik ben dus ook niet scoorde van de Eredivisie. Daarom, maar weet je, dat zijn van die getallen, daar kan je niet omheen. Dus ik zet hem er toch gewoon in. Nee, maar dat vind ik goed van je. Is dit jouw eerste Feyenoord? Ja. Okay. Je weet niet wat er nog komt, hè? Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat zullen nog veel Feyenoord zijn, hè? Jurkens. Ja, ik heb ook Berghuis, ja. Veel goals, veel assists. Het is heel verrassend dat jij een Feyenoord erin hebt. Dat had ik helemaal niet verwacht. Dit is mijn tweede Feyenoord die ik erin heb. Ja, nou, dat is er één te veel. Senesi. Zijn we dus ook unaniem over eens? Berghuis gaat er zeker één krijgen. Ja. Ik vind het alleen jammer dat hij 3 star skills heeft. Daarom is hij niet echt bruikbaar. Ja, maar hij krijgt natuurlijk een 5 star skill. Ah, dat is fijn toch? Net zoals Diemers. Dat vind ik. Ja, Diemers, jongen. Net zoals Diemers. En als hij erin zit, wat krijg ik als hij erin zit? Ja, ook op de bank? Ja, 100 euro. Echt waar? Nee, ja, op de bank niet. We hebben het over de baas. Nee, maar als hij de bank erin komt. Dan krijg je niks. Maar kijk. Hoezo? Je wilt er zeker niet krijgen. Ja, maar wat krijg ik als Daley Blind erin zit? In de basis. Ja? Nee, in het team gewoon. Hetzelfde bij Diemers. Ja, nee, want Blind, als hij erin zit, zit hij sowieso in de basis. Oh? Hij is hoofd. Dat hoorde ik net niet zeggen. Okay. Nee, maar hij zit er niet in. Maar maar dan kan je dus prima iets opzetten als hij er niet in zit. wat krijg ik dan als Blind erin zit? 20 euro. Ja, dan krijg je dat ook als Diemers erin zit. Nee, 50 als Diemers erin zit. Nee. Ja, het verschil tussen Blind en Diemers. Ja, maar jij bent toch overtuigd van Diemers? Dit is gratis geld, Milo, voor jou. Nee, maar... Gast. Ja, ik zou het doen hoor, Milo. Oké, 50 op Diemers. Oké. Diemers! Ik heb connectie bij IE. Ik ga nu even een appje sturen. Ja, ik heb een appje terug. Hij zegt, ja, Diemers komt erin. Hij wordt 90 rated. Ik krijg 50 skill upgrade. Sebastian Baumkartel. op de hotline. Nee, Berghuis is uniek. Oké, de spits. Wie heb jij in de spits, Milo? Ik zal je even een kleine context geven. Ik heb best wel getwijfeld tussen een paar namen, maar... Ik ook. Mijn argument blijft een beetje hetzelfde als bij Van der Beek en bij Blind. Ik ga toch gewoon voor Dusan Tadic. Echt? Ja. Hoeveel heeft hij er gemaakt? Echt? Nee, niet veel. 2 goals en 8 penalties of zo. Ja, zoiets. Nou, ik heb dus ook getwijfeld, want Dessers heeft veel gescoord en Boadu heeft veel gescoord. Ja. Maar als je gaat kijken naar de goal-to-game ratio... Myron. Nee. Ga ik voor
Malen. Malen? Ja, die heeft in de eerste 14 potten... Ja, maar... Kijk, weet je wat het is? Als het hele seizoen was, had ik gezegd van... Nee, hij heeft maar een half seizoen gespeeld. Maar aangezien er nog zoveel wedstrijden open waren... Dus Malen eigenlijk helemaal niet heel veel gemist heeft. Jawel, nog steeds de helft hoor. Hij heeft, wedstrijden hij heeft 14 potten gespeeld, hè? Ja, van de 26 of zo. Ja, nou ja. Dat is ongeveer de helft, toch? Ja. Maar hij heeft voor mij 11 of 12 keer gescoord of zo. Ja, wel goed. Tuurlijk, wel goed. En bijvoorbeeld die Boadou, die heeft 25 potten gespeeld en er 14 gescoord. Ja, maar ja, PSV ja. Wel vierde. En Maas is natuurlijk wel een speler die ze willen pushen. Jawel. Maar goed. Meer dan Thadis denk ik nog zelfs. Ik zie het nog wel gebeuren ook, maar ik zou het echt niet logisch vinden. Nee, maar het gaat wel gebeuren. Milo, de allerlaatste. Ja. De linksbuiten. Wie heb jij? Ja. Ik zat toch wat te neigen naar alles heel Pikachu, maar ik ga toch voor Idrissi. Idrissi? Ik heb ook getwijfeld over Idrissi, maar ik ben toch gegaan voor Louis Sinisterra. Ja. Wat een speler! Fantastische speler! Ja, maar die verdiende we gewoon. De bloei van zijn leven gehad. Ongelooflijk, wat een speler. Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Dan wil ik graag Mitch vervangen voor Karel Eiting. Ik wil graag trouwens Berghuis vervangen voor Neres. Neres wordt erg goed stoel eruit. Nee. Sinisterra, dat is hem hoor. Idrissi, man. En anders is het maar ik heb nu meer Feyenoord dan Ajax erin. Dat is toch wel iets wat ik... Die kans acht ik toch niet heel groot. Oh, maar het verbaast niemand, denk ik. Ik denk niet dat iemand heel verrast is over jouw keuzes. Nee, mensen, ik wil graag dat jullie achterlaten in de comments van wie jullie denken... Dat het goed gaat hebben. En dan kan je €50 terugvinden. Okay. Laat je Instagram naam ook achter. Ja, ik zou Koen kiezen. Diemers, Sinisterra, Senesi. Ik zou inderdaad ook Koen kiezen, want als het dan echt dat blijkt te zijn, ben je in ieder geval de enige die dat heeft gegokt. Heb je zeker dat geld binnen. Dus ik zou ook voor Koen kiezen, ja. Hey, Milo, ik wil je bedanken. Graag gedaan, jongen. Bedankt voor je fantastische inzet en inbreng. Ja, en ik hoop dat je het fout hebt. Okay, ik hoop het ook mensen bij jou. Bedankt voor het kijken. Dat is zeker zo, dus ik hoef geen hoop te hebben. Milo, trouwens, heb je nog een leuke mop voor de kijkers? 2 tieten in een envelop. Nee, ik heb een leuke mop nodig. Oké, Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. Ja. Nou, de pizzabakker is natuurlijk een gentleman. Die zegt, wil je hem in 4 of in 12 stukken hebben gesneden? Zegt Jantje, doe maar in 4. 12 stukken krijg ik in mijn eentje echt niet op. Wat een kutmop. Wat een goede mop. Prachtig. De groeten.